Vandaag op Alphenstad TV speciale aandacht voor Dars en wel in het bijzonder de Alphense derby Crazy House tegen Freddy en de Bakerboys. Wat verwachten jullie vandaag? Ja, wij gaan natuurlijk voor die overwinning. We staan waar we staan en aan de stand zijn wij verplicht te winnen, vind ik. Maar ja, het blijft darten. Elke avond is anders. Vandaag gooi je alles en morgen gooi je niks en andersom. Dus het is altijd afwachten. Die round robin gaat altijd maar om één punt. Het lijkt heel onbelangrijk, maar het is toch altijd lekker om goed te starten als team. En als je zo'n round robin wint, dan heb je toch wel een beetje door dat je toch aardig lekker in het vel zit. Dus die is toch altijd wel belangrijk. Dus daar gaat het nu in eerste instantie om. 1-0 voorkomen of 1-0 achterkomen. Ja, kijk, het is een lekker punt wel, maar ja, het gaat daarna in die single moet gewoon losgaan. Als je een beetje pech hebt, dan gooit er maar 1 of 2 man, die gooit 2 keer. En, of je gooit allemaal gooit 2 keer. Maar meestal wordt het geen 5-4 of zo. En ja, dan moet in die singles moet gaan gebeuren tegen elkaar. Ja, ik ga jullie heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. En we spreken elkaar na de wedstrijd nog eventjes. Ja, is prima. Ja? Ja. Hey, succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Maak er wat moois van. We pakken de wedstrijd op in de vierde leg van de round robin. Daar waar de tussenstand op dit moment 1-3 is in het voordeel van, ja, heel verrassend, Freddy en de Bako Boys. Want zij wisten in Erestadium al een paar prachtige finishes neer te zetten. Middels een 110 van Loretto Ramos en 94 van Jim van Muiswinkel. En hier is Nick van der Linden bezig tegen Dennis van der Laar. Beide spelers gefocust, heel gefocust om een goede score neer te zetten. Dennis van der Laar is heel goed scorend in dit geval. Heeft een mooie serie neergezet. Gooit hem nu op 56. Terwijl daar een klein shot van het publiek. Nick van der Linden, triple 20 voor een dubbel 18 om een 101 finish te gooien. En dat doet hij. En hij brengt de stand terug in het voordeel. Nog altijd wel van Freddy en de Bako Boys. Maar het is 1-3 nu. Joost Breedijk, kan hij daar wat mee doen? Ja, inmiddels een 180 ben je aardig onderweg. Van Muiswinkel moet daar iets tegenover zetten. Van Muiswinkel, die al in het eerste stadium al een prachtige 94 finish had in de eerste leg, moet nu achter Breedijk aan. En dat doet hij redelijk. Maar Breedijk opnieuw gelijk alweer die triple gevonden. Scoort makkelijk. En er zal ook weer nu alweer een 140 volgen. En dan geef je die tegenstander eigenlijk heel weinig lucht. Van Muiswinkel moet proberen de aansluiting zo snel mogelijk te bewerkstelligen. Maar je weet al, als je een 180, 140 tegen je hebt, dat het heel moeilijk gaat worden in de lek die je tegenstander is begonnen. Breedijk probeert hem nu op weg te zetten op een goed getal, zodat hij zijn maximale finish kan gooien. 9 pijlen onderweg, wat matig scoren van Breedijk nu met 45, waardoor 136 blijft staan. Maar Van Muiswinkel is nog ver weg. Opnieuw Breedijk. Die probeert opnieuw een marge te slaan. En vindt opnieuw slechts 45 punten. 95 nu. Na 15 pijlen, dat wel. Goed gemiddelde. En Van Muiswinkel sluit weer aan met een prachtige 100 score. Breedijk moet even nadenken. Eerste pijl niet in het gewenste vakje gegooid. En heeft slechts 33 nu. Wellicht kan Van Muiswinkel de druk wat opvoeren. Ja, niet optimaal. 41 nu dan. Breedijk voor de dubbel 18. En dat doet hij. En dan wordt het weer zowaar spannend in deze round robin. Johan Meijer nu. Namens Crazy House. Krijgt de kans op tops. Nu naar dubbel 10. Mist. En dan staat Paul Brenes klaar om 32 uit te gooien. Want die was inmiddels al zover. Neemt even zijn tijd. Pakt de concentratie. Net aan de binnenkant. Maar nog altijd resteert die dubbel 8. En daar is die dubbel 8. 2-4 nu.
En nu aan de okkie, Nick van der Linden namens Crazy House. Die heeft een dubbel 19 staan nadat hij in Erestadium 118 miste. En nu blokkeert hij met die eerste twee pijlen volledig zijn vakje. Het antwoord nu van Loreto Ramos. Die op 40 staat. Hoog ingezet. Maar nog altijd nog één kans. En die pakt hij. En zo gaat de round robin ineens van 0-3 naar 2-5. En is het uiteindelijk nu de singles die aan de beurt zijn. De eerste singles, Johan en Jim tegen elkaar. De eerste leg wordt gewonnen door Johan door een 55 finish. De tweede wint Johan ook door dubbel 20 weg te gooien. En we zitten hier in de derde leg op dubbel 1. Johan Meijer krijgt de kans. En die zit 3-0. Afgetekende zegen, 1-1 is de tussenstand. 1-1 tussenstand. Benno, het duel tussen de twee captains. Ze kondigden het al aan. Benno van Rijn en Dennis van der Laar. Benno nam een 1-0 voorsprong. Het werd 1-1 en het werd uiteindelijk 1-2. En nu zijn we in leg 4. Waar Dennis van der Laar de kans heeft om uit te gooien. Op dubbel 8. Maar hij mist. Benno nog altijd in de wedstrijd. Moet een goede score neer gaan zetten. Pakt in ieder geval hier zijn triple. Hij zet hem aardig weg. Van der Laar opnieuw aan de okkie. Ze komen steeds dichterbij. En uiteindelijk is daar de winst voor Van der Laar. En Freddy en de Bakerboys nemen een 1-2 voorsprong in de wedstrijd. De volgende partij gaat tussen Nick en Loreto. Nick komt op 1-0. Loreto maakt heel snel 1-1. Nick mist nog wel de 109 op de boel. Loreto gooit triple 20, dubbel 16. Een hele goede finish. 2-1 wordt het voor Nick na 16 darts. 2-2 wordt het en we kijken nu naar de vijfde beslissende leg. Loreto moet hem nou weg gaan zetten naar de finish toe. Zijn vorige pijlen waren niet heel goed. Kijken wat hij nu kan doen. Had een single boel nodig. Gooit de dubbele. Dat zal je altijd zien. En een single 14 laat toch nog een finish over. Nick van der Linden. Tops. Dubbel 10. En de partij. Het is weer 2-2. Partijen dus weer volledig in evenwicht. Dus nu komt de laatste single. Nu komt het erop aan. Wie pakt de voorsprong? Is het... Nee, het is natuurlijk al de koppels. Laten we daar zijn. Loreto Ramos. Hij gooit 81. Joost Breedijk. Gaat erachteraan. En u mist waarschijnlijk de koppel tussen... Of de single tussen Breedijk en Paul Brenes. Die werd met 3-0 gewonnen door Breedijk. Dus vandaar waarschijnlijk die kleine verspreking. Maar goed. Breedijk aan de okkie. En nu dan van Paul Brenes. Paul Brenes legt aan. Opperste concentratie. En goede scorende darts. Nick van der Linden. Is ook zeer mooi gefocust. Hij gaat weer naar boven. En vindt daar de winst in zijn partij. Tegen Paul Brenes en Loreto Ramos. Samen met Joost Breedijk. Het koppel. 4-2 de tussenstand. Het volgende koppel gaat tussen Johan, Benno en Loreto en Paul. Het niveau is aardig. Wat heet? Johan mist de 146 finish op dubbel 16 in de eerste leg. Gaat gewoon naar Crazy House toe. 2-0 wordt het voor Crazy House. En we zitten nu in de derde leg. Johan begint met een 140. Benno blijft wat achter met 25. Paul Brenes. Waar zet hij hem op weg? Even rekenen, mikken en net missen. Johan Meijer voor de dubbel. Tops met de eerste spel gemist.
En met de tweede zit hij erin. En dan gooit hij een gemiddelde van 104,63 over deze partijen. De laatste lek gooit hij zelfs 120,86 gemiddeld. 5-2. Gaan we naar de koppel tussen Meijer aan de ene kant met Benno van Rijn. En aan de andere kant Jim van Muiswinkel en Dennis van der Laar. Dat werd een hele mooie partij. We zitten in de vijfde lek van deze wedstrijd. En Dennis van der Laar aan de hockey. Die probeert hem goed weg te zetten. En dat lukt hem vrij aardig. Wat heet? Benno van Rijn nu aan de hockey. En gooit dan een 58. Van Muiswinkel. Is daar... Tops. Heeft nog één keer Tops nodig voor een 100 finish? Ja, ja. Dat doet hij. Prachtige finish van Jim van Muiswinkel op het moment dat het moet. En 5-3 de tussenstand. De laatste koppel van deze avond. Joost en Nick. Tegen Jim en Dennis. 1-0 wordt het na 23 darts. Nick finish zijn 87. 2-0 wordt het omdat Jim de 100 mist op Tops. Het wordt 2-1. Door een goede finish van Jim. De Shanghai 20. En we zitten nu in de vierde leg. Jim begint met een 1. Triple 20 is altijd lekker. 81. Aardige score. Joost Bredijk dan. Pept zichzelf een keertje op. Legt aan. Mist dubbel 4. En dubbel 2 zit erin. 6-3 in de partij. 6-3 in de wedstrijd. En dus weet Crazy Housedigger al verzekerd van de overwinning. Maar er volgt nog één spel. En die gaat tussen de twee beste spelers van de avond. Althans, zo schuiven de teamcaptains hun spelers naar voren. Maar goed, voordat het zover is. Uiteraard schuift Dennis van der Laar de sterk finishende van Muiswinkel naar voren. En voor Crazy House is Joost Bredijk aan de hockey. Klein beetje... Jammer voor Jim van Muiswinkel dat hij hier die triple 14 weet te missen. Eerste lek was voor Bredijk. Ook de derde en de beslissende is voor Bredijk. De eerste lek ging in 111 uit. De tweede mist hij 106 op dubbel 18. Maar die derde één pijl nodig voor Tops. En zo eindigt de wedstrijd in 7-3. Het gehele team van Freddy en de Bakerboy staat hier naast me. En laat ik beginnen met de captain. Wat nam jullie een verrassende 0-3 voorsprong gelijk in die round robin? Ja, dat... Het was niet echt een verrassing voor ons, maar het viel onze kant op. Dus ja, dan automatisch, dan gaat het al een heel stuk beter. En we zeiden in het begin met het interview van, onze dubbels vielen niet. Maar ja, je ziet het, we gaan de raad erop in gooien en de finishes vallen. En dan, ja, dan schiet onze kant op en dan zie je wat er kan gebeuren op vanavond. Ja, want we hebben aardig wat 100 plus finishes geteld en jij begon ermee met 110. Ja, dat is wel lekker. Zo 110 begonnen, dat is goed. Ja. En dan de man die grossiert in 100 plus finish is Jim, want wat hebben we geteld? 112, 100 met twee keer tops, 120? Ja, dat ging zeker lekker. En ja, vandaag vielen ze. En dat is, vind ik lekker. Je kan nu in ieder geval zeggen dat je tv-ervaring hebt, Paul. Ja, maar die hadden we al hoor, natuurlijk. We zijn super bekend, joh, dus we zijn bekend van tv. Mannen, 7-3, gefeliciteerd. Een paar goede finishes gezien vanavond? Ja, vooral van hun kant. Ja, viel een beetje tegen wat finishes betreft aan deze kant? Viel tegen, ja. Dus wij laten misschien wel punten liggen op de dubbels, maar hun zijn gewoon heel goed finishen. En dat is uiteindelijk ja, begonnen in de round robin natuurlijk al. Die jongen, wij staan een paar dubbeltjes te missen in de round robin en hun gooien... Eerstelijk 94, 100, twee beltjes. 110. En 110 uit, ja goed. Dan loop je achter de feiten aan en dan... Ja, uiteindelijk is dat de basis, denk ik, dat je de round robin verliest. Je steelt nog een lekje met Nick, die 101. Ja. Die had hij eigenlijk moeten verliezen, maar daar pak je hem weer. Ja, dan pak je hem weer terug. Eigenlijk een lekje, weet je. Dus dan kom je nog weer terug tot die 4-2. Ja. Andere wedstrijd wel. Sowieso deze wedstrijd niet makkelijk. Nee, dat is hoop werken. Ja, hoop werken vandaag. Ah! Kom op, Lars! Kom op, Lars! Kom op, Lars!
Tot zover de reportage van de wedstrijd Crazy House tegen Freddy en de Bakerboys. Wij danken u voor uw aandacht. Dit was namens Alphen Stad TV, André van der Voort en graag tot de volgende keer.